Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag vrijdag 12 juli. En het is 13:36. En het is maar 15 graden. Hoe dan? Ik moet mijn oorbellen in. Die doen we wel in. Ik doe geen lippenstift om. Redenen. Ik moet toch op mijn buik leggen. Ja. Yeah. Dus ja. Ja, ik heb wel oogschaduw op. Maar daar kom ik net niet met mijn ogen erop. Maar met mijn mond weer wel. Ja. Yeah. Dus ik denk, laat het maar even achterwege. Kijken of dat helpt. Het is hier bagger weer. Ook dat nog een keer. En ik moet hem met rondjes uit. Ja, en dan moet een fysio. En dus. Het is al aan de late kant. Maar ja, het kon niet anders. Ik kon niet uit bed komen vanwege de pijn. Ik heb een paar pijnstillers ingenomen. Ik denk, het wat. Maar nog niet echt. Het weer. Nou is er, ik krijg het wezenloos waar ik zo doorheen moet. Ja, echt. Ik zal jullie allebei laten zien. Dat is de 1. Ja, gaan we naar nummertje 2. En dat lijkt lager te zijn. Dus ja, wie moet je vertrouwen, hè? Ik weet niet, maar ik doe mijn lange regenjas aan. Mijn lange, ik zou die nog steeds ook showen, maar dan moet ik meer tijd hebben. Dus wie weet, als ik terugkom en hij is droog, dan kan ik hem dan even showen hoe het moet werken. Voor die mevrouw, die ik ben de naam, nou weet ik niet, moet ik op de computer kijken. Ja, dat dus. Dat komt allemaal goed. Ik moet mijn loophep aandoen. Ja, goed zo. Dus ja, geniet van alles met wat jullie doen. Want met dat weer hier in Den Helder, daar vermaak ik me niet mee. Nee, dat is chagrijnig rot weer. Ja. Je hebt maar 2 dagen eventjes mooi weer en de tweede dag komt er een sluier ervoor en de derde dag ga je weer slecht weer. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Het wordt tijd dat ze die kraan er dicht doen. Simpel. Laat het op een eigen dak laten neerkomen. Weet dus wat het is. Ja. Maar oké, ik ga met de meisjes lopen, dus ik wens jullie alles goed voor vandaag. En geniet een klein beetje met mij mee, ja? Oké, doen jullie dat? Duimpjes omhoog en zet een leuke reactie eronder of zo. Ja, ik weet het niet. Ik ga nou jullie niet meenemen met dit bagger meer. Want op straat hoef ik sowieso al nou niet te filmen. Want als het zo gaat spoelen zoals die ene het aangaf, dan kan die er al niet eens niet tegen. Dus dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ben ik weer. En ja, ik ben de naam, weet ik even niet, maar dat komt later wel. Maar ik heb de jas in ieder geval aan. Het is gewoon een lange manteljas. Nou, jullie weten allemaal wat een mantel is, hè. Het is een lange jas, maar dan een regenjas. En daar heb ik een tussenstukje in, die je erin kan zetten met 2 rits aan weerskanten. Die kant en die kant. Kan ik er ook tussenuit halen, maar ik heb hem er altijd in. Als ik hem uitdoe, doe ik 1 kant los. Net zoals die knoopjes los, doe ik deze rits. Er zit een rits onder, doe ik dat ook los. En dan van dat tussenstukje wat beneden heb zitten, dat is dit ding. Hierheen een rits, daarheen een rits en dat zit daaronder. En je ziet ook een gaatje, hè. Ja, want dit is van de jas zelf. En hier ook kan je hem gewoon losritsen. En aan die kant kan dat ook. Zit er ook in. Zit niet eens iets helemaal dicht. Maar ik heb hem er altijd tussen. Want als je loopt, worden je benen ook nat. Zit ik op de booster, worden je benen ook nat. Dus ik heb hem er altijd tussen. En ik heb hele lange laarzen aan. Dat zijn deze. En dan valt die jas mooi overheen. En nog lekker warm ook. Ik heb echt mijn vest eronder. Nou, en gewoon een blouse en een topje. Ja, dat, jullie hebben gezien wat ik aan had.
En mijn nieuwe zwarte blouse en dat nieuwe witte topje eroverheen. Dan breekt het wat. Ja, het is een zomertopje, maar dan kun je zo niet dragen over iets heen. Ja, toch. Maar ik denk, ja, dat laat ik eventjes zien voordat ik nog naar de fysio ga. Ik neem lekker een snoepje in mijn mond en dan gaan we richting de fysio, want het is 16 minuten over 2. Ja, dus ik moet wel gaan. Hoppa. Ja, papiertjes gooi ik straks alweer weg. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, zo is de jas. Ik denk, ja, ik heb hem tweedehand gekocht. En één knoop is al kapot. Die is door roest omgekomen. En hij zat sjokkenklem, dus ik heb hem gewoon eruit getrokken, want ik dacht, ik moet toch die jas uit hebben. En dat ging anders niet, nee. Dus ja, die is gewoon kapot. Ik moet gewoon TZT een nieuwe hebben. Maar dan ga ik gewoon een lange regenjas zoeken voor op de fiets. Ja. Je moet niet vragen om een booster. Nee, op de fiets. Want je zit op een fiets, beweeg je. Dus je moet ruimte hebben. En op de booster wil ik ook ruimte hebben. Want ik haal op mijn boodschappen. Moet ik ook ruimte hebben met de jas. Dus ja. Ik zou zeggen, geniet. Het is echt slecht weer. Maar het is niet koud. Nee, gelukkig niet. Dus ik zou zeggen, ik ga, want ik moet met de rollator, ik moet lopen. Ik heb een handdoekje mee om mijn stok af te drogen. Want ja, dat handschot wordt nat. Dus dat dus. Oké, we zien wat ik hem heb. Ja. Je wordt zo slecht in die houder. Maar hij staat er weer in. En kijk maar, hij staat erin. Ja, ja. Dus ik heb een handdoekje meegenomen om daar droog te maken. Anders glij je er vanaf met je hand. En dat moet ook niet. Ik zou zeggen, geniet en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis. Binnen het uur, tenminste binnen het uur. Ik word om 2:30 ongeveer plus minuut geholpen. En ik was... Ja, 15:22 weer binnen. Dus ja. Helemaal goed. Maar ik ben wel moe. Ik ben back af. Het spoelt als een idioot. Ik was drijfnat. Mijn vest is zelfs nat. Die heb ik aan de kast opgehangen. Ja. Mijn jas. Nou, die is van binnen en buiten nat. Dus ik ga straks kijken naar... of een bolletje ook... een fatsoenlijke lange regenjas heeft, want hij is oud en hij is niet heel meer, dus ja. En ik weet ook niet meer aan wie ik het, ja, hier al regenjas. Tina, dat was voor Tina bedoeld, onze Tina. Ja, die vroeg ernaar. Nou, als hij droog is, zal ik hem weer pakken, zal ik het weer laten zien. Maar het is... echt bizar. Ja, niet leuk meer. Nee, het is met dit weer al helemaal niet leuk. Maar ja, hij is zo oud nu, maar ik wil hem nu wel laten zien. Maar het is een ouderwetse jas eigenlijk. Die vroeger de oudere vrouwtjes ook droegen. Wij jongeren hadden zoiets toen niet. Nee, maar ik zag hem toen heel in de kringloopwinkel hangen. Ik denk, hé, dat is handig voor over goede kleding heen. Kijk, ik oude kleding aan of een lange broek ken ik in mijn laarzen doen. Dan kan ik ook een regenbroek of een sneeuwbroek aan met een regenjack eroverheen. Dan vind ik het niet zo ramp. Maar moet je ergens naartoe en je hebt dan ook wel een broek aan. Maar zoals een fysio is het makkelijker om een lange jas te hebben. Een jas die heet je zo uit. Maar een regenpak moet je helemaal uitdoen. Ook die broek moet uit. Ja, nou, dat is geen gedoe als je naar een dokterziekenhuis of een fysiotherapeut moet of wat dan ook. Dan is dat geen gedoe. Dan kun je beter een lange jas nemen. En dat vind ik ook ideaal. Ook voor op de booster, een lange jas. Ja, 9 van de 10 keer doe ik mijn regenpak dan wel aan. Maar ik vind in de zomer, het is zo heet, het is plakt allemaal, weet je. Nee, dat is ook niet fijn. Nee, echt niet. Maar oké, Tina. Mooie naam trouwens. Ina, Tina, Regina. Je kan er van alles van maken. Ja, toch. Mooie naam, Tina.
Ja, ik hoop dat je weer eens spreekt en dat jij ook weer eens een vraag zal beleven. Maar als die droog is, laat ik het ons zien. Maar hij is echt van binnen en van buiten drijfnat. Hoe dan? Ja, door die vieze baggerregen buiten. Ja, het is niet fijn meer. Nee. En dat gaat aan één stuk door. Ik weet niet hoe het nou is. Ik zal even kijken voor je hoe het hier in Den Helder is, hè. Bij jou is, kan bij jou wel mooi wezen. Ik weet niet waar jij woont. Nou, doe maar. Mag wel. Zo dan. Kijk. Kan je het zien? Ja, dus dat is de ene. Die gebruikt ook RTL4, et cetera, met hun weerberichten. En deze, daar betaal ik 1 euro nog wat voor per maand. En om geen reclame te krijgen. Ja. Dus. En die laat me nooit in de steek, die andere wel. Die zegt van, ja, bekijk het even, ik luister niet naar je. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden en lieve Tina, ik spreek jullie later wel weer. Doei! Ja, we zijn net buiten geweest. Hè. Ja, we hebben lekker gelopen. Ja, echt wel. En dat terwijl het droog was, ja. Ik heb ook mijn medicijn al gehaald. Ook dat is gebeurd. Toen regende het een klein beetje, heel klein beetje. Maar nu is het nog steeds droog. Ja, en het heeft de hele middag geplengst. Ik kon niks beginnen, ik kon niet naar buiten. Nee, dat is een vrouwtje. Ja, dat is een vrouwtje. Is die voor rondjes? Nee, kan niet, schat. Nee, dat gaat het hem niet worden, hoor. Nee, dat wordt het hem niet. Maar in ieder geval, ja, mijn haar zit natuurlijk nergens naar, want ik heb de capuchon opgehaald en al, het is nat geweest, noem maar op. Ik heb een vlog voor Karin in elkaar gezet, ik ga straks een vlog voor mezelf in elkaar zetten en ik ga eten. Maar in ieder geval, het belangrijkste is allemaal al gedaan, dat is een vlog voor Karin, medicijnen en de meisjes uitgelaten en ja, het was gelukkig droog. Daar zat ik op te wachten en inmiddels is het nu wel reeds 17 minuten over 8. Ja, heem door, mooi. Wat een bagger weer. En morgen weer regen, je kan niks beginnen, dat is gewoon niet leuk meer. Verdorie. Maar ja, maakt niet uit, kan de pret niet boeien. Ik heb in ieder geval goed nieuws gehoord. We moeten er met z'n allen nog tegenaan, uiteraard. We moeten dat gewoon met z'n allen doen. Maar voor de wakkeren, wij hoeven nergens over in te zitten hoor. Nee. Maar dus het is iets gaande. Er gaat wat gebeuren voor de slapenden. Om die proberen wakker te maken. Nou ja. Verder zeg ik lekker niks. We merken het wel. Ja. Wat is er? Wil je nou even goed naar buiten? Nou, ik dacht het niet. Nee. We zijn net binnen, je hebt alles gedaan, je blijft nou binnen. Want het is een en al bagger buiten. Ja, bagger. Ze heeft weer een klein gaatje afgelopen nacht gemaakt, dat heb ik jullie al eerder verteld. En dat moet nog dicht te maken nou. Maar dat, met dat vieze natte weer, het is allemaal nat. Dus ga ik dat nou niet doen? Nee. Boefje. Je bent een klein boefje. Ik zie tandjes, ja. Ik zag een tandjes, ja. Ik zag een tandjes, ja. Echt waar? Hé, nou niet meer? Ga je nou niet meer liggen? Ik zag tandjes in jouw bekje, ja? Hé, oh goeie, lekker hè? Ja, je bent lief verder. Ja, je bent lief verder. Hé, ja. Klein, heel klein kringetje af en toe, hè? Ja. Hé, dat kan ook stout zijn, zeg maar. Ja. En baldadig, hè? Ja. Hé? Ja nou? Ja. Ja. Denk jij om mijn witte shirt? Ja, tuurlijk. Beetje kop in. Ja, gaat goed hier ook. Zo dan. Hé. Hey. Gaat goed met jou. Hé? Boefje.
En er komt ook niemand. Ik zou niet weten wie er met dit fietsje smerig snet weer moet komen. Iedereen blijft binnen. Ik had mijn winterjas net aan, hè, want het was ook koud. Ja. Het is nou weer 15 graden. Het was 13 daarnet. Dus kun je nagaan. Ja, door de regen, hè, wat er naar beneden komt. Nou ja, regen. Ik weet niet wat erin zit. IJzer, metaal, weet ik veel. Ja, en ik werd voor gek uitgemaakt ook, hè. Ja, door een vrouw die ook bij de fysiotherapie kwam. Die mevrouw kwam binnen terwijl ik naar de wachtkamer ging om mijn spullen aan te trekken, et cetera. Ik zeg, gadverdarrie, nog steeds een rot weer. Ja, zegt ze, wat is het erg niet? Ik zeg, ja, ik zal naar haar een brief schrijven dat we die kraan dicht moeten doen. Hoe bedoelt u? Ik zeg, nou, zoals ik het zeg, ja, maar ik weet niet wat u bedoelt. Ik zeg, nou, naar Harp, wat is dat? Ik denk, oh god, die is niet wakker. Ik zeg, nou, ik zeg, wat er nu naar beneden valt, ik zeg, dat komt niet door moeder de natuur, hoor. Ik zeg, maar dat wordt in Harp geregeld. En gelooft u die onzin? Ik zeg, dat is geen onzin. Ik zeg, wat u hoort, ik zeg, dat is onzin. Ik zeg, kijkt u nog naar het nieuws? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik zeg, ja, dat zijn allemaal leugens wat daar verteld wordt. Ik zeg, bent u gevaccineerd? Jazeker, kwam er trots eruit. Ik zeg, lekker dan. Die gaat dus vanzelf met een paar jaar, misschien eerder of later. Maar die gaat het te vroeg hemel. Ja, eigen schuld, dikke bult. En misschien wordt ze andere week of zo wel ziek, weet ik veel. Want er lopen weer een heleboel zieken rond. Met niezen en hoesten. En grieperig, laat me zeggen. Dus, maar ja, ik nog steeds niet. Moet wel niezen, maar dat zijn van de geurtjes, hè. Ja, hondengeurtjes, kattengeurtje. Mijn eigen geurtjes die ik boven heb staan. Lekker ruiken, hè. Ja. En dan moet je wel eens niezen. Ja, en als je buiten bent geweest en je komt binnen, ja, dan begint die neus ook weer te kriebelen. Hè, wijfie van me. Maar in ieder geval, ik ga koffie maken, lieve vrienden. En ik wens jullie allemaal natuurlijk zelf een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan, met elkaar. En morgen heb ik die zwarte blouse niet meer aan, want ik zweep met apenzuur erin. Echt waar. Ja, met het rot weer, dan wil ik, omdat het zaag of 13 tot 14 graden. Ik denk, nou, dat wordt lange mouwen. Ja, maar nee hoor. Echt. Het is binnen in huis ook nog warm en mocht je het al koud krijgen, ja, dan doe je toch even in je vest staan. Ja, en ik heb daar nog een privékachtje staan, die ik vanmiddag ook even een half uurtje aangehad en mijn vest staan, want ik had het echt koud. Nou, dat komt omdat je buiten bent geweest met die regen, je bent nat en alles en dan ook nog bezweet erbij, nat en bezweet. Ja, kan je dat? Niet alleen nat van de regen, maar ook bezweet. Hé, tante, polde, pop. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei doei! Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer reeds 1:25, dus bijna 1:30. Dat we gaan hardlopen naar het bedje toe, want ja, ik ben weer lekker moe. Ja, ook weer door dat ik naar fysiotherapie ben geweest. Maar ja, had ik vroeger ook al. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik in ieder geval wel. Als ik daar ben geweest, dan ben ik af, ja. Maar ja, ik heb wel mijn werk weer klaar op de computer, de vlogs in elkaar. Eventjes ook natuurlijk mijn spelletje en ik heb Facebook gedaan, dus ja, helemaal klaar. Dus als ik zo lekker op mijn bedje ben, dan is ik al de telefoon nog schoonvegen en dan slaap je doen. Hé, dametjes voor het goede leven? Zeg me ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het toch. God die houdt over ons gewoon de wacht. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.